kan dat nou? Ik weet niet, maar 1154, het is gewoon een dubbele. Dat kan echt niet. Oké. Okay. Dan, dat zijn het oplichters. Oh, wauw. Heb je wel een goede offerte opgevraagd? Ja. Volgens mij heb ik, weet niet eens met wie ik hem heb bekeken. Ja, ja, zeker. Is in de mail. Maar komt dat niet omdat bijvoorbeeld die Shelly magazines 54 keer zijn aangevraagd? Even een rekeningschriftje erbij. Maar ja, alsnog is, weet je wat het is, er is een investering voor 5,5 miljoen. Mm-hmm. Dan is 1100 gewoon echt veel in één keer. Nee, er zijn er wel 154 bij elkaar. En bij 15 zou je uitgaan van 150. En nu, Shell? Ja, gewoon verkopen. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik eraan moet doen. Nou ja, jij zegt dat het niet kan kloppen. Dus misschien dat je dan even telefonisch contact met ze op kan nemen waar het mis is gegaan. Dat jij van mening was dat je de helft van dit bedrag zou gaan betalen? Ja, maar dat ga ik niet nu doen. Het is 5 uur geweest. Maar ben je wel bereid om contact op te nemen? Ja hoor, waarom niet? Waarom niet? Kunnen we die offerte niet eerst opzoeken bij de mail? Die is gestuurd dan toch? Ja. Eens kijken wat er dan mis is gegaan. Maar wat vind je er zo van? Vind je het kloten of heb je zoiets van we gaan ze gewoon verkopen voor de rest is prima? Maar volgens mij kan je er nog wat aan doen dan? Ja, telefonisch contact nemen, wat kan je er nog meer doen? Nou, wat vind je ervan? Dat vraag ik me af. Ja, kloten man. Wel? Ja, jammer. Ja, ik wist het niet. Als ik het had geweten, had ik het gezegd. Maar Shell, kijk, als je hier het laatste mailtje wat je van hen hebt gekregen, wat voor? Ja. Het laatste mailtje wat je van ze hebt gekregen, gaat om 154 keer het magazine en 154 keer de poster.
daar kom je uit op 5,85 ex-BTW. Kijk, stel dat je alleen al deze simpele rekensom had ingevoerd in de rekenmachine. Dan ga je naar 154 keer 5,85. Dan was je al op €900,90 uitgekomen. We hadden er al belletje moeten gaan rinkelen. Oh, nou ja, ik heb het ook niet uitgerekend om hier te zijn. Maar hoe kan het nou zo zijn dat jij een aankoop niet rekent, dat je laatste het eten niet van tevoren een prijs vraagt, dat je net drank bestelt? Prijs vraagt? Ja, en dat je net drank bestelt. En dat je daar wacht ook... even, waar heb je het nu over? Over het eten? Ja? Prijs? Wat bedoel je? Dat we in de vergadering hadden afgesproken, we gaan eten bestellen, maar laat wel even van tevoren weten wat het kost. Dus zitten we uiteindelijk aan tafel, vraag kan je wat gaat kosten? Ja, weet ik niet, heb ik niet gevraagd. Zeg, kan je even voor me bellen? Alsnog even vragen wat het gaat kosten? Nee, doe ik niet. Dat is één keer al dat het misgaat met de prijs. Is in de laatste anderhalve week allemaal, hè? Deze keer had je het ook uit kunnen rekenen. Ja, maar... hadden er ook belletjes gaan rinkelen. Nee. En ik kom hier net aanlopen en dan heb je alcohol besteld. Heb je het ook niet uitgerekend? Hoe kan dat? Alcohol besteld? Ja. Ja, de bestelling drank? Ik... Ja. Maar heb je ook niet uitgerekend? Zeg, maar dat is tegen jou, joh, dit gaat veel meer zijn. Dat is iets tussen jou en mij is. Dat is iets tussen His en mij. Bemoei je daar niet mee nogmaals, nou, ik constateer omdat we heel vaak. Patroon. En dit, ja, weet je, als je goed hebt gekeken naar de presentatie die ik heb gegeven, was de aantal was ook al minder. Dat is gewijzigd doordat iedereen een eigen cover kreeg. Dus daar zit je al meer in de kosten. Ja, maar dat is niet de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Dat is inderdaad niet de afspraak geweest, maar niemand heeft er ook wel wat gezegd. Nee, omdat wij er toch allemaal van uitgaan dat zonder tegenberichten dat de investering is. Het kan toch niet zo moeten zijn dat wij met z'n allen... Maar als we nu even in oplossingen denken, want weet je, het is gebeurd. Nou, vind ik dit wel een noemenswaardig probleem waar we het even over moeten hebben. En dan gaan we kijken naar oplossingen. En uiteindelijk moeten we... Ja, oké, maar wat wil je? Ja, ik heb het niet berekend. Maar hoe kan het nou dat bij wat jij ook doet, dat je nooit berekeningen maakt? Ja, dat we altijd voor verrassingen komen te staan. Vind je het leuk? Om in dit soort discussies te zitten. Nee. Maar waarom voorkom je dit soort situaties dan niet? Het is as easy as gewoon even de rekenmachine pakken. Klopt. En als je een bestelling drank doet, dan ga je even naar een winkel toe, naar de Gal bijvoorbeeld, en dan kijk je, goh, wat kost gemiddeld een fles Bacardi? Ja, maar dat is wat nogmaals niet een discussie voor jou en mij. Nee, dat maar het is, dat een is patroon. Iets tussen His en mij. Het is een patroon. Ja, maar de ene keer de trein BV de dupe van is, de andere keer de gewone BV van de dupe is, dan is weer die de dupe ervan. Maar altijd onderaan de streep zijn mensen de dupe van jouw gedrag. Nee, het is niet mijn gedrag. Ik doe het niet met opzet, trouwens. Maar hoe kan je dit nou vergeten, Sjo? Maar wil je heel even kijken naar als je de presentatie? Kijk daar heel even na. Het is überhaupt al de exemplaren die er besteld zouden worden, was al minder dan wat we nu hebben besteld. En toen ging er ook geen belletje bij jou rinkelen of bij niemand überhaupt rinkelen. Jij dus de wordt kosten gewoon, waren toen überhaupt al hoger. Ik weet niet beter dan dat we een investering voor rond de €550 zouden gaan doen. Ja, klopt. En dat blijkt nu uiteindelijk €1100 te zijn. Kijk, als je zoveel omhoog gaat in een investering, dan had je toch even aangeklopt. Hadden we ja, even maar had ik het geweten, had ik zeker aangeklopt. Maar ik heb dat niet gedaan, want ik heb het niet berekend nogmaals. Maar hoe heb jij hier een rapport op gegeven? Heb jij dan het mailtje niet gelezen? Heb ik hier überhaupt wel antwoord op gegeven? Weet ik niet eens. Maar hoe kan dit nou altijd gebeuren, Sjo? En hoe gaan we dit, met name, dat is nog belangrijk, hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Kunnen we je niet zonder eerst iemand anders een controle uit te laten voeren, een opdracht laten geven aan iemand? Want als dit consequent is en de laatste drie keer dat je kosten kan maken, maak je te veel kosten, of je overlegt het niet, of je houdt je niet aan een afspraak, moet je dan gecontroleerd worden? Ik heb het liever niet. Nee, niemand hoeft mij hier te controleren. Doen ze ook niet bij jou, denk ik. En als jij een keer met een evenement of met iets anders hoger uitkomt, is er ook geen probleem. Nu is er dus wel een probleem, omdat ik het ben. Oké. Okay. Maar waar hebben we het dan over met een evenement hoger uitkomt? Ja, je bent ook wel vaak met podiumvrees. Nee, zijn we binnen onze overige kosten gebleven. Oké, het podium wat maar één keer is gebruikt, waar we kosten... Dat is ook heel veel kosten. Nee, dat kan je niet bij mij neerleggen, hè, dat Jordi het podium niet gebruikt. Maakt me niet uit. Het zou meerdere malen gebeuren. Het zou uit elkaar gehaald worden als we het nodig hadden. Is ook niet gebeurd. Hoor je mij daarover zeiken? Hoor je maar iemand daarover zeiken? Nee. Voor wanneer had het uit elkaar gehaald moeten worden dan? Voor wanneer? Voor als we elke keer een evenement zouden hebben. Ja, maar voor welke keer was dat nu dan nodig geweest? Waar dit heb keer ik, waar voor heb Love ik is Love bijvoorbeeld. Oh, daar had ik even binnen 20 uur had ik een podium moeten verplaatsen. Nee, omdat zij een miscalculatie met een tent hebben. Vooruit moeten kijken. Tuurlijk, dat is mijn fout niet. Dus ik vind het ook een heel onterecht punt. Ook bij podiumvrees zijn we binnen onze begroting gebleven. Ook zijn we bij podiumvrees binnen onze begroting gebleven. Dus het is ook een wanargument. Nee, maar feiten blijven wanargument. Wel dat je drie keer geen berekening maakt. Het podium staat daar voor de katse kut.
ben ik het helemaal mee eens. Maar daar kan ik niks aan doen. Ja, maar er zijn wel kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het podium. Niemand hoor je daarover zeiken. Maar hoe zijn die begroot? Op podiumvrees. En? Weet ik veel. Precies. Hou dan je mond dicht. Nee. Maar ik vind het nog steeds geen idee waar je het over podium, hebt. Podium, jawel. Als je geen idee hebt. Omdat ik alleen niet weet op welk andere evenement het is begroot, ja. Is het daarom bullshit wat ik zeg? Helemaal niet. Ja, maar dan heb je toch een onsamenhangend verhaal, Sjoel? Nee, helemaal niet. Jawel, dus ik moet. Je gebruikt dus een argument. Welk evenement weet. Is het nog meer begroot dan? Love is love. En uiteindelijk omdat de tent daar niet kon. En hoeveel kosten heeft Love is Love. Hoeveel winst heeft Love is Love gemaakt? Meer dan 4000 euro. Oh, dus, en dat kan daar vanaf, van allebei. Maar is dat afgesproken van tevoren? Ja, tuurlijk is dat afgesproken. Niet op Love is Love. Ja. Dat is volgens mij niet afgesproken. Ja, dat is gewoon in de begroting. Zal ik hem er eens even voor je bij vragen, doe maar. Shelly? Jeez, wat ben jij een slappe, zeg. Je kan ook gewoon eens een keer aangeven, joh, ik maak hierbij fouten en we gaan dit... Ja, maar oplossen. Dat zeg ik toch ook? Maar dan zeg denk je in oplossingen, keer. Het is gebeurd. Ik zeg tegen jou, hoe gaan we dit voor de toekomst voorkomen? En jij komt met allerlei wanargumenten dat ik... Nee, niet wanargumenten. Ik vind nog steeds, nou, het podium staat daar voor niks. Daar ben ik het mee eens. Ja. Maar hij is wel begroot, hij is ook afgeschreven en dat Jordi hem uiteindelijk niet gebruikt heeft... Nou, dan kan ik jou garanderen op dit moment dat alle magazines verkocht worden en dat we er ook winst uit gaan genereren. Ja. Ja, alleen dat is op basis van de noodsituatie waar ik ten eerste niet bij betrokken ben. En hier krijg je een mailtje waarbij je even in een rekenmachine klopt. In moet voeren. En dan okay. Had je geweten dat dit... Ja, is mijn fout. Had ik zeker kunnen voorkomen. Is niet gebeurd. Ik kan jou garanderen dat alle magazines verkocht worden. En dan is het ook oké, toch? Nee, maar dat verandert niks aan dat het dit soort problemen niet voorkomt. Kijk, je moet nagaan. Ik zit hier vanaf december al in dezelfde verhalen met jou. Hè? Of het nou is dat je op het boksschalen alsnog mensen langs laat komen... Oké, okay, wil je nu alles weer gaan herhalen? Ik weet wat ik fout heb gedaan, nogmaals. Maar hoe en dat hoef je me niet elke keer hoef je dat te zeggen. Okay, dat is dan gebeurd. Voortaan voordat Klaar. Je een opdracht geeft om kosten te maken... dan kom je naar me toe, dan ga ik hem samen met je checken. Ja, had je dit niet eerder kunnen zeggen? Nou... Nah. Jij met de figuur. Hier staat het andere deel van het podium. Op Love is Love. Oké, maar je bent het er wel met mij mee eens dat het podium er nu voor niks staat? Ja, ik vind het echt heel jammer dat die zo weinig gebruikt wordt. Ja, ik ook. Ja, absoluut. Absoluut vind ik dat. Maar ja, daar kan ik voor de rest ook heel weinig aan doen, hè? Dus kunnen we afspreken dat volgende keer als je ergens kosten voor wil maken, dat je me eerst roept? Ja, tenminste iemand die er verstand van heeft. Ja hoor. Roep mij maar gewoon in dit geval. Kleingeld is besteld, kan ik op 31.10 ophalen. Oh yes. Ja, top. Over de openstaande posten staat nog één. Oké, mooi. Ja, wel duidelijk. Ja. Yeah. Ik heb het koud, ik kom mijn jas. Ja. Yeah. Oh, wat leuk. Wil je die kijken? Nee, dit is alleen haar bericht, denk ik hoor. Oh nee, hier. Nee. Wil je die uitprinten? Ben jij vandaag de good news messenger? Dat maar ze heeft hier... Dat is echt... Ze heeft er zelf een mailtje heen gestuurd. Als je maar heel enthousiast bent. Oh. Nog een keer. Nou, dat deed ik niet natuurlijk. Die is voor jou. Ja. Gelijk betalen. Hoeveel magazines zijn nu verkocht, Jo? Sowieso 54. Nou ja, 53, omdat ik er nog één heb liggen. Moet je even nachecken. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ja, maar ik weet niet hoeveel er op voorraad stond. Ja, dat...
Dat heb ik aangepast gisteren, dus dat kan je zien. Weet je wat gewoon kut is, joh? Alles, of veel dingen waar je bij betrokken bent, die brengen gewoon hele nare verrassingen met zich mee. Ja, Jessie. Verhalen krijgen gewoon wil je me gewoon uit het verhaal nu even laten? Het nare twist en negatief en weet ik veel wat. Ja, nou, maar het is ook gewoon jammer. Ja, maar ik doe het niet expres, Jessie. Ik doe het niet expres. Ik doe het niet expres. Klaar. Yes. Ja. Yeah. Heb je de sjag? Dit zijn de 54. Ja, dit waren de 20? Ja. 56. 61. Waren dit de 30? Nee, dat waren er. Ik denk. Iedereen. Ja, kijk naar. Ik pak de factuur wel. Pak ik de sjag even. De sjag. Heb je de magazines die de inwoners hebben gepakt er ook afgehaald van de voorraad? Ja. Ik weet niet of elke inwoner een magazine heeft. Dat weet ik niet. Oh, wacht, dit kan ik ook wel doen trouwens. 2 plus 10 plus 17 plus 9 plus 11 plus 5 plus 18. 72 plus zeg 13. 85, 154, min 85, is 69. 69, mooi getal trouwens. 69 zijn dan verkocht. Kan het kloppen? Ja, je kan het checken. Ja, ik heb ze nu opgeteld. Ja. Maar dat is wel op basis van dat jouw voorraad klopte. Want het is... Oh, wat... Huh? Daar kan... Ja, en dan het bedrag? Ja, kom je op 1200. Kom je op 1200 uit? Ja. En wat waren de kosten? De factuur is volgens mij 1170 of zo. Oké, dus het is al daar. 1154. Ja, de factuur is eruit. Oké, gelukkig. Maar dat verandert niks aan dat op het moment, stel dat je... Ja, ik weet precies, waren. Ja. Okay. Waarom liet je me eigenlijk niet uitlaten? Omdat ik al eigenlijk precies wist wat je ging zeggen. Wat ging ik dan zeggen? Dat het niet inhoudt... Over, ja, zeg maar, wat wil je zeggen? Nee, wat ging ik zeggen? Nee, laat maar. Zie je? Ik heb geen dan moet je me ook niet spreken. Nee, want ik wist wel ongeveer woorden, waar je over ging praten. Maar nu weet je het niet te vertellen. Nee, klopt. Nou, dat is lachgierenbrillen, hè, Sjoel? Ja, lachgierenbrillen. Oké, dit was echt een mooi einde. Echt fantastisch. Ik snap niet dat ze zo dom kunnen zijn. Echt niet. Maar dit einde was toch ook gewoon heerlijk? Dat ze zegt, ze onderbrak me misschien. Ja. Van nee, je hoeft niet af te maken, ik weet wat je wil zeggen. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga er eens vragen wat ik dan precies wil zeggen. Nou, zeg maar wat je wil zeggen. Je wilde zeggen waarschijnlijk dat het eruit is, dat het nu betekent dat ze het niet van tevoren had moeten berekenen. Nee, dat niet alleen. Kijk, stel nou dat je... Kijk, tuurlijk hoop ik dat we ze allemaal verkopen en we gaan richting het einde van Utopia en uiteindelijk zal het wel goed komen. Maar dat betekent niet dat je dit soort acties mag ondernemen. Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. Het is niet dat je vanuit die organisatie voor een verrassing staat. Ze hebben een glasheldere mail gestuurd met de kosten. Ja, het enige wat je had te hoeven doen is het aantal vermenigvuldigen met de prijs. Zo'n bedrijf doet dat toch sowieso? Ja. Het lijkt me toch niet dat toen ik ook zei van... Dus ik zei van dat kan niet, dacht ik van nou... Ik bedoel, pak deze maar even hoor, ik heb hem straks nog wel even nodig. Nee, ik wou eigenlijk alleen tegen de zeggen. Kijk, als je uiteindelijk 30 exemplaren niet verkoopt... dan kan je alsnog je kosten er wel uit hebben. Ja. Maar dat snijdt direct in je winst. Ja. Dus je break-even halen is één. Maar als je daarna met artikelen over blijft zitten, dan maak je geen winst. Dus als je dan minder in had gekocht, had je je winst gemaximaliseerd. Ja, dat klopt. Oh, 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 oh.
Ja, gangster. Check. Met die man had ik ook gemaild. Kijk eens, ik heb ook nog niet gedaan. Super, mijn dank daarvoor. Ja. Hey, even knuffelen. Rot op, man. Een nou, goos, hè. Nee, ik geef je wel een knuffel. Ja, ja. Ja. Ja.